dat lijkt mij een juiste kant aan, zeg maar, de Applebaum-strategie, als we dat even zo moeten noemen, is dat je natuurlijk op enige wijze ervoor moet zorgen dat die Russen niet over 7 jaar met hetzelfde gekloot weer overnieuw beginnen. Of daarmee gaan dreigen, intimidatiepolitiek gaan voeren. Dat moet tot elke prijs vermeden worden, naar mijn gevoel. Het Verlossum, kunt u mij horen? Wat had jij nog in The Economist gelezen over de afloop van de oorlog in Oekraïne? Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei scenario's in de diverse media over hoe er aan dat conflict een eind zou moeten worden gemaakt. Op welke wijze dat moet gebeuren. Het is ook duidelijk dat, ten eerste zie je nu dat her en der dat die Russen toch wel enige vorderingen maken in de Oekraïne, in de oostelijke Oekraïne, in de Donbass. Dat is waar. Maar als je op de kaart kijkt, moet ik zeggen, kijk op een wat gedetailleerdere kaart van de Donbass en op die twee oblasten, zoals dat heet, die twee provincies, die ze nu eigenlijk bezig zijn te veroveren. Zo'n beetje het oorspronkelijke scenario voordat hij het hogende bol kreeg. Dan stelt dat toch niet zo verschrikkelijk veel voor. Dat is meer tactisch voordeel wat daar behaald wordt dan strategisch voordeel. Maar het geeft wel aan dat de Russen in deze beperkte ruimte en vanuit een veel sterkere strategische positie, dat ze daar wel vorderingen maken. En dan is de vraag, met welk doel doen ze dat precies? Is dat zo om tenslotte de hele Donbass plus die kust van de Zwarte Zee om die te veroveren? Want dan staat natuurlijk Poetin bij eventuele onderhandelingen, staat Poetin vrij sterk om te zeggen, ja, dat wil ik graag houden, dat wil ik graag annexeren. De Krim is natuurlijk al geannexeerd. Daar hebben we in de tijd natuurlijk ook misschien wel te weinig aandacht aan gegeven, te weinig tegen geprotesteerd. Ik had in de tijd eerlijk gezegd wel begrip voor die annexatie van de Krim vanwege Sebastopol en de zonderlinge geschiedenis waardoor de Krim bij de Oekraïne is getrokken. Maar goed, dit is 2014. Toen hadden we sowieso waarschijnlijk al scherper moeten reageren. Maar we dachten allemaal, ook verstandige mensen dachten dat, je moet met die lui in gesprek blijven, je moet met Poetin in gesprek blijven, enzovoort. En nu is de vraag, moet je eigenlijk erop stellen voor dat de Russen er toch tenslotte zo'n beetje beheersen wat ze schijnen te willen beheersen, dus die twee provinciale stukken aan de uiterste oostelijke rand van de Oekraïne. En moet je dan onderhandelen en zouden de Oekraïners dan maar toe moeten geven dat ze dat prijsgeven. Dat gewoon geannexeerd wordt door Rusland. Dat is eigenlijk scenario 1. Dat is het scenario wat Kissinger verdedigde bij, hij zag er wel oud uit, maar hij kwam toch nog heel helder uit zijn woorden. Hij was in mijn gevoel, hij was zich gekrompen, ja, tot een soort dwergachtige variant van zichzelf. Op Davos, hè, via een videoscherm. Ja, ja, ja. Hij was niet in Davos. Nee, maar het ging via een verbinding. Hij sprak uit het Centrum voor 100-jarigen in Amerika. Hij werd geloof ik deze week of zo 99. Ja, wel precies. Maar wel en nog steeds helder in het hoofd. En die zei ook van, nou ja, het moet realistisch zijn. En vroeg of laat moet je er een eind aan maken. Anders wordt er nog veel meer kapot gemaakt dan het toch al kapot gemaakt is. En zou het dan niet verstandig zijn om gewoon ervan uit te gaan dat je bereid bent om die twee provincies en een stuk van die Zwarte Zeekust prijs te geven? Mij lijkt het dat daar wel iets in zit. Ik zal zo uitleggen waarom. Zelensky overigens heeft allang gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Wij willen die oorlog winnen. Dat is, laten we zeggen, de andere strategie. Dat is dat stuk van Anne Applebaum wat nu, precies, in de kwaliteitskrant staat. Want Applebaum, die natuurlijk getrouwd is met een voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Dus die, laten we zeggen, toch wel de sentimenten kent in Oost-Europa. Die natuurlijk heel anders zijn dan bij ons. Namelijk, ja, zij hebben een halve eeuw hebben ze gezucht onder de Russische onderdrukking. Want van onderdrukking kon je rustig spreken in Oost-Europa. En haar argumentatie, die hoor je ook veel. En dat is nog steeds de argumentatie die Zelensky ook in het openbaar laat horen. Is van, we moeten die oorlog zien te winnen. Want alleen winnen, een blijvende vernedering en verzwakking van Poetin en zijn regime, kan ons garanderen dat dit niet
na 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar gewoon weer gaat gebeuren. Hè? Ze weer al die auto's te parkeren, weet je wel. En dat bleken ze enorm goed te kunnen parkeren. Dat zijn een van de meesterlijke strategieën van het Russische leger is parkeren. Dat zijn eigenlijk de beide opties. En daar kunnen we wel iets over zeggen. Omdat als Zelensky echt wil winnen, dan is mijn dat winnen kan ook nog twee sporen bewandelen. Het kan zijn dat Zelensky zegt, wij willen terug naar de grenzen zoals ze ontstaan zijn na 2014. Dus nadat die twee criminele republiekjes waren ontstaan en de Krim was geannexeerd. Of moet het verder gaan en moeten ze in feite ervoor zorgen dat alle Russen uit de Oekraïne worden gedonderd. Dat is een iets verdergaande stap natuurlijk. Wat daarbij een rol speelt is natuurlijk dat tot nu toe heeft het Oekraïnse leger een defensieve oorlog gevoerd. Daar bleken ze ontzettend goed in te zijn. Vooral ook omdat de Russen zo'n ongelooflijk stomzinnige offensieve oorlog voerden. Vooral omdat ze dat de moeilijkheden totaal onderschat hadden. Maar als de Oekraïners de Russen daadwerkelijk helemaal uit het land willen flikkeren, dan zullen de Oekraïners een offensieve oorlog moeten voeren. En daar hebben ze waarschijnlijk niet de mankracht en het materiaal voor. Want bij offensieve oorlogen, lees ik ook, heb je wel een overmacht van 3-1 nodig. Dat ze het zo goed hebben gedaan was omdat je als je defensief vecht, en je vecht intelligent defensief, dan heb je aan 1-3 genoeg, want dan is het omgekeerd. Hè? De Russen hadden wel 3 keer zoveel materiaal, maar bij een offensieve oorlog, die bovendien slecht gevoerd werd, hebben ze ook ontzettend veel manschappen en materiaal verloren. Dus of de Oekraïne in staat is dit type van overwinning te behalen, lijkt mij twijfelachtig. En nou moet ik zeggen dat Zelensky zelf ook wel in het verleden andere dingen heeft gezegd dan die onlangs tegen Nieuwsuur debiteerde, namelijk dat ze gaan midden. En Applebaum zou ook eens duidelijk moeten maken hoe zij zich voorstelt dat ze de Russen daadwerkelijk uit de hele Oekraïne kunnen jagen. Of dat zij ook vindt terug naar de, laten we zeggen, de demarcatielijn van 2014. Daar kun je nog iets bij voorstellen. Want ze zijn ondertussen al bezig eigenlijk om die demarcatielijn te overschrijden. Zij het dat als je even op de kaart kijkt, zie je dat de Oekraïners nog diep in de Donbass vechten. En de New York Times had een heel interessant kaartje eigenlijk, waarbij ze lieten zien op welke plekken er daadwerkelijk werd gevochten. Nou, dat is in februari, maart is dat in een hele noordoostelijke stuk van de Oekraïne. En dan in april is het aanzienlijk gekrompen. Hebben ze Kiev opgegeven. Nou, vervolgens hebben ze ervoor gezorgd dat Kharkov niet meer beschoten kon worden, hoewel dat laatst toch gebeurde. En nu is het in feite vrij kleinschalig, als je het op de kaart bekijkt. Want dan staat er wel op angstigende wijze Liman, of hoe je het uitspreekt, is verloren gegaan. Maar dat blijkt dan eigenlijk een soort dorp te zijn. Dat zijn geen serieuze, er was geloof ik wel een spoorwegemplacement, maar goed. Dus ja, dat is niet, hoe we daar vanaf moeten is, nou ja, ik zeg nou wij. Dat is uiteindelijk natuurlijk aan de Oekraïners en aan de strategische denkers die bereid zijn en landen die bereid zijn om die spullen te leveren. En hoe groot is de spankracht van de Oekraïne zelf? De economie van de Oekraïne is al gehalveerd. Rusland loopt gezellig binnen met het. Die verdienen nog steeds miljarden per dag. Wat is de. Nou ja, dat speelt toch wel een rol. Het feit blijft, wat ik al 100 keer gezegd heb, volgens mij. Rusland is daar en blijft daar. Het is niet zo dat Rusland door een toverstokje plotseling, laten we zeggen, opschuift naar Siberië. Nee. Maar uiteindelijk zei jij ook, volgens mij van de week bij Op1, er moet onderhandeld worden om het te beëindigen. Ja, denk wel, maar dat vindt Zelensky zelf ook wel. Maar dan kun je zeggen, er moet onderhandeld worden als we Poetin nog verder vernederd hebben. Of er moet eigenlijk het liefst nu al onderhandeld worden. En kijk, hoe heet het, Kissinger zei natuurlijk, en mij lijkt dat deels onvermijdelijk dat je een deel van dat gebied zult moeten prijsgeven. Maar ik begrijp best dat Zelensky dat niet gaat zeggen. Want als je natuurlijk bij voorbaat zegt, als je wil gaan onderhandelen,
wat je een minimumbod is, dan dat is niet verstandig. Dus beide partijen, bovendien zo lang er gevochten wordt, denken kennelijk beide partijen dat vechten nog voordeel oplevert. En zeker als je naar het kaartje kijkt en als je veronderstelt wat de Russische ambities precies zijn, die nu in feite heel strategisch zeer beperkt zijn, dan kun je wel voorstellen dat ze in die hoek daarbovenin, in de Donbass, dat ze daar nog wat winst willen boeken. Dat is wel duidelijk. En Zelensky zal natuurlijk, tot hij aan tafel zit en gaat praten, je niet van tevoren vertellen dat hij bereid is die Donbass prijs te geven. Tal van mensen hebben er natuurlijk ook op gewezen wat een waardeloos gebied de Donbass in feite is. Omdat ja, het staat vol met totaal verouderde staalindustrie en mijnen. Nou ja, de toekomst van de kolenmijnen en verouderde staalindustrie, die is niet glorieus. Nee. Overigens, als luisteraar denken, wat hoor ik toch op de achtergrond? Er zijn op de straat, zijn er kinderen aan het voetballen. Dus, ja, dat is fijn, die zijn aan het voetballen. Dan word ik eigenlijk niet. En af en toe schoppen ze de bal tegen de auto aan. Ja, en tegen groenbakken, maar dan weet je in ieder geval waar het geluid vandaan komt. Je weet, voetballen, het balspel, dat zit zo diep geworteld in de menselijke psyche. Dat er in mijn psyche kennelijk toch iets totaal fout gelopen is. Ik heb niets met het balspel. Nee, maar er zijn ook mensen die zeggen, goed dat ze op straat spelen, want ze kunnen ook achter de iPad zitten. Ja, nee, ik ben er juichend van harte toe. Ik hoop dat ze veel plezier hebben met de bal. Ja. Ik ben er altijd verbaasd over. Dat als je, waar ook mannen samenkomen, dan blijkt er altijd iemand een bal te hebben. En dan gaan ze zo lummelig een balletje overtrappen of hoog houden. Of dat. Ja, ik word er altijd een beetje lacherig van. Daar heb je nooit aan meegedaan? Jawel, ik heb zeker ook wel in straatvoetbal. Ja, hier staat de straat alweer vol met auto's, maar mijn jeugd stond er geen enkele auto in de straat. Er waren geen auto's in de straat. Sterker nog, het was in zoverre een hele wonderlijke wereld dat het balspel nog niet was opgerukt naar het centrum van onze cultuur. Want met enige regelmaat fietste er een agent door de straat. En die had tot taak de bal af te pakken. Want je mocht niet voetballen op straat. Ja, van enkele maal slaagde hij daarin. Meestal zagen we hem al aankomen. Dus toen verdween je in het poortje, zou ik maar zeggen. Maar de agent was er om de bal af te pakken. Oké, maar je deed dus wel mee. Je participeerde wel in dat spel. Ja, ik heb de gruwelijkste ellende aangericht, al balspelend. Ja, zeker. Ramen kapot geschoten. Ja, zeker. Bij de dames Zwemlee heb ik een bal door het raam geschoten. Die ongelukkigerwijs op het theetafeltje terecht kwam wat onder het raam stond. Waardoor het hele theeservies, dat begrijp je wel, was vernietigd. En mijn vader op moest komen draven om het theeservies te vergoeden. Je was niet de scheidsrechter bij dat spel? Nee. Ik weet niet, er was helemaal geen scheidsrechter. Dat was ook helemaal niet nodig. Maar ja, 3 corners en penalty. Prima systeem. Ja, dat stelde allemaal niks voor. We kenden de spelregels ook niet precies. Nee. Je had ook pikketjes loerden. Omdat als je natuurlijk de buitenspelval niet gebruikt, omdat je niet weet hoe die werkt, dan kun je iemand bij het vijandelijke doel zetten. Dan geef je een hoge bal en die schopt hem erin. En dat heet pikketjes? Dat heet een pikketjesloerder, ja. Oh, oké. Grappig, dat kende ik helemaal niet. Die nee? Nee. Nee, dat was eigenlijk omdat tegenwoordig gaat iedereen op een voetbalclub waar hij in no-time de regels leert. Maar ja, dat was geen sprake van. Nee. Die bal stelde ook niks voor. Nee. Een echte leren bal, dat was al een wereldwonder. Nog eventjes over Poetin, hè? Ja, we hebben het over 1953, 54 of zo. Oh ja, ja, ja. Poetin heeft natuurlijk nu wel het havengebied helemaal in handen, Zuidkust. En hij kan natuurlijk nu ook bepalen. Niet het hele havengebied. Odessa natuurlijk heeft hij helemaal niet in handen. Nee. Krijgt hij waarschijnlijk ook niet in handen, maar dat blokkeert hij. Ja. Dus het is eigenlijk zaak om de Russische Zwarte Zeevloot zou eigenlijk volledig vernietigd moeten worden. Dat is volgens mij ook een van de redenen dat Zelensky die al die geleide wapens wil hebben. Want daar zou hij van alles mee moeten kunnen doen. Ze hebben die kruiser wel tot zinken gebracht, maar die blokkade werkt kennelijk nog steeds. Ja, daar wordt nu overigens wel over onderhandeld, hoe we dat verder moeten. Ja, want het heeft ook met het gaan kan ook niet weg, hè? Dus in Afrika hebben ze heel veel honger. Nee, dat blijkt een gigantisch probleem, want wie wist dat nou? Ik weet en wist het niet, dat met name Rusland en Oekraïne eigenlijk horen tot de grote graanexporteurs in de wereld. Ja. Tientallen miljoenen tonnen graan, die ze zelfs dus kennelijk niet opeten, maar verkopen op de wereldmarkt. Ja.
En dat is natuurlijk niet zo makkelijk om dat 1, 2, 3 te vervangen. Nee, precies. Dus ja, er zijn mensen die dat Poetin het allemaal expres doen. Want zij roven ook het Oekraïense graan en dat kunnen zij dan weer zelf exporteren en daar geld mee verdienen. Ja. Ja, op zich zit daar dus wel een strategie achter. En hij wil dus nu onderhandelen om die sancties die ze hebben opgelegd. Ja, natuurlijk wil hij dat. Dat begrijp je ook wel. Ja. Gaat hij daarin slagen, denk je? Ik heb geen flauw idee. Ik zou zeggen, laat die sancties voorlopig bestaan. Ja. Maak hem het leven zo zuur mogelijk. Ja. Zeker gezien het feit dat je ooit waarschijnlijk toch moet onderhandelen met hem. En dat lijkt mij een juiste kant aan, zeg maar, de Applebaum-strategie, als we dat even zo moeten noemen, is dat je natuurlijk op enige wijze ervoor moet zorgen dat die Russen niet over 7 jaar met hetzelfde gekloot weer overnieuw beginnen. Of daarmee gaan dreigen, intimidatiepolitiek gaan voeren. Dat moet tot elke prijs vermeden worden, naar mijn gevoel. Ja. We hebben het al eerder gehad, volgens mij, over dat de Oekraïne natuurlijk garanties geboden moeten worden dat de wereld opnieuw zal reageren zoals ze nu gereageerd hebben als het weer gebeurt. Ik zou ook geen enkel vertrouwen hebben in Rusland als democratische en fatsoenlijke staat. Ze zijn evident niet in staat om dat te worden om een of andere reden. Dat zouden al die Ruslandkenners die altijd vertellen hoe ontzettend aardig al die Russen zijn die ze ooit hebben leren kennen. Sympathiek, heerlijk welkomen, nou word je daar bereid en zo. Maar ja, het probleem is dat Rusland natuurlijk geen enkele democratische traditie heeft. Waar we het over gehad hebben, af en toe ziet het er even wat beter uit. Dat je, eindelijk wordt Rusland een normaal fatsoenlijk land. En nee, het gaat weer hartstikke fout. Hè? Neem Poetin. Ja. Vind je dat we nog steeds, zijn er nog steeds achter dat we niets hebben ingegrepen daar, militair gezien? Ja, dat denk ik wel. Dat verstandig is. Je kunt het risico gewoon niet nemen. Misschien was het risico wel klein. Maar zelfs als het 10% is. Als je risico op een nucleair treffen 10% is. Dat vind ik nogal gezien. De gevolgen vind ik dat nogal vrij groot. Ja. En nu kunnen we er ook van alles aan doen. Ja, maar kunnen we nog verder escaleren? Nou, die geleide wapens kunnen we aan Zelensky leveren. Er zijn nog allerlei wapens die maar die krijgt hij dus niet. Nou, ik begrijp dat ze daar ook wel toe bereid waren geleidelijk aan. Ja, maar ze komen Engelsen niet aan. Ze waren ook bereid om van alles en nog wat nog te leveren. Precies. Nee, we willen het wel geven, maar ze komen er niet aan omdat die blokkade dus in de Zwarte Zee er is. Nee, maar je kunt die wapens, die kun je ook per spoor sturen. Per slotverrekening heeft Oekraïne een grens met Polen en met Hongarije en met Slowakije, neem ik aan. Ja. Ja, als de Russen daar niet een stokje voor steken, want ze weten natuurlijk wanneer nou, wat komt. Nou, dat zullen ze niet doen, want dat kunnen ze niet. Het is duidelijk dat Rusland ook, dat zie je ook aan de huidige gevechten en het nogal plaatselijke karakter ervan, dat ze aan de grenzen van hun mogelijkheden zitten. Het is altijd nog weer nuttig om nog eens even erop te wijzen dat de Oekraïne beduidend groter is dan Frankrijk. Nou, de meeste Nederlanders hebben waarschijnlijk wel een soort benul van de afmetingen van Frankrijk. Ja. Dat natuurlijk in het overgrote deel van de Oekraïne niet gevochten wordt. Ja, er komt misschien wel eens een raket neer, maar daar wordt niet gevochten. Het is een enorm land. Vergeleken met de Verenigde Staten, Rusland, Canada en China niet. Maar vergeleken met de Europese begrippen is het een enorm land. Groter dan Frankrijk. Ja. Ik hoorde Boekenstein en de Wijk zeggen van we zijn in het Westen ook wel bang om nog verder te escaleren. Dat durf nou, daar niet. Kan ik mij wel iets bij voorstellen. Ja, moet je dat risico nemen? Ik weet niet of ik het zou doen, eerlijk gezegd. Kijk, dat is natuurlijk een van de dingen van de journalistiek. Dat je gauw op je laptop hebt ingetypt. Dat er een keiharde aanpak, dat slappe gelul, er moet gewoon doorgepakt worden, dat hè. Wat ooit de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Owen, de laptop bombardiers noemde. En daar zit wel wat in. Als je geen verantwoordelijkheid draagt, hoe makkelijk niet waar is het dan niet om te zeggen dat het heel anders moet. Dat je best een risicootje kunt lopen. Niet zeuren jongens, kom op. Ja, achter de laptop kan alles. Ik dacht dat je het voorbeeld van Opstelten weer ging noemen. Misschien is het een idee om Opstelten die kant op te sturen. Keiharde aanpak.
keiharde aanpak. Ja, dat is toch eigenlijk het noodlot van die kabinetten Rutte geweest tot nu toe. Dat eigenlijk de problemen die ze zelf gecreëerd hebben, die weten ze niet op te lossen. Nee. Dat is altijd een slecht teken in de politiek. Wel goed nieuws weer bij de PvdA vandaan, hè? Dat ze in de Eerste Kamer met GroenLinks willen gaan samenwerken. Ik ben een warme supporter van samenwerking, moet ik je zeggen. Wat daar tegen is, heb ik nooit begrepen. Trouwens, ik zou ook graag zien dat de SP daar ook bij betrokken wordt. Ja, die worden toch verscheurd door allerlei wonderlijke ideologische twisten. Dus dan zijn ze misschien ook bevrijd van al die Marxisten, die ik weet niet precies wat die voor intenties hebben. Dus dat ze met z'n drieën gaan samenwerken, dat lijkt mij ver weg het beste. Omdat je natuurlijk heel makkelijk kunt raden dat als deze partijen in een regeringscoalitie komen, dat datgene wat zij bewerkstelligen, wat ze beleidsmatig weten te realiseren, dat dat voor die drie partijen ongeveer hetzelfde zal zijn. Dus werk dan samen. Daar ben ik erg voor. En laten we eerlijk zijn, die partijtjes GroenLinks, Klaver heeft 7 zetels gewonnen en is ook weer verloren, niet waar, omdat hij strategisch dat verkeerd heeft aangepakt, naar mijn idee. En de Partij van de Arbeid, dat weten we nu langzamerhand, zal zich niet meer herstellen vanuit deze dwergpositie. Dus in godsnaam, al is het dan maar als wanhoopsoffensief, werk samen. Vorm één partij, die is waarschijnlijk wat kleiner dan de drie partijen samen. Maar vorm één partij, dan kun je in ieder geval bij formatieonderhandelingen kun je een vuist maken. Ja. Denk je niet dat er, want er is natuurlijk ook kans dat er weer, dat er net als bij rechts ruzie komt, hè, tussen die partijen. Ja, dat kan. Ja. Ruzie is natuurlijk in de politiek een vrij veel voorkomend verschijnsel, sterker nog. Dus sowieso is ruzie een vrij algemeen menselijk verschijnsel. Ja, dat klopt. Nog even een andere vraag. Heb jij tijdens jouw tijd op de universiteit dus meegemaakt dat er jaloezie was over spreekbeurten die jij deed buiten de universiteit, maar wel zeg maar vanwege je populariteit daar? Nee, eigenlijk niet expliciet of niet. Het kan best zijn dat achter mijn rug werd gezegd, dat is die van Olsum, die deugt voor geen meter, die houdt allemaal lezingen voor de bankenwereld, de bankaire wereld en zo. Dat zou kunnen. Ik heb wel eens verteld volgens mij dat ik al relatief vroeg, weet ik veel, misschien al maar 20 jaar geleden, een brief kreeg van de faculteit, dat ik wel enigszins gesommeerd, dat is misschien het juiste woord, om al mijn spreekbeurten op te geven, waar en hoe en op welke tijdstippen enzovoort. En toen heb ik al een vrij pissige brief teruggeschreven, dat ik mij kon voorstellen dat ze dat vonden omdat ik mijn taakuitoefening tekort schoot. Ja, je werkte maar 36,2 uur per week in die tijd, wat ik me ervan herinner in ieder geval. En als dat niet het geval is, dat ik niet precies begreep wat ze te maken hadden met mijn vrije tijd. En dat ik in mijn vrije tijd, ja, als ik op zaterdagmiddag een lezing ga houden voor de Rabobank in Os, wat is daar tegen? Dat zou ik niet weten eigenlijk. En dat ik ook naar mijn arbeidscontract had gekeken. Heeft ze van het leven beloofd, waarmee ook alle conservatieve en elitaire krachten in Duitsland in feite tegelijkertijd van het toneel gevraagd ging houden. Maarten van Rossum over Hitler. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Iemand zegt, dat is toch, ik zie die van Rossum voortdurend op de tv of hij spreekt hier of daar. Dat moeten we, dat kan zomaar niet. Nee, de universiteit heeft buiten je 36,2 uur niets te vertellen over wat jij voor leven leidt. Hè? Kijk, als ik nou deel was gaan nemen aan de Volvo Ocean Race en ik was 6 maanden van huis geweest, dan zeg je nog, nou ja, dat is niet in de haak natuurlijk. Ja. Werd dat eigenlijk nou bijgehouden, die 36,2 uur? Ik heb geen flauw idee. Nee, maar deed jij dat? Dat je dacht, oké, nu ben ik klaar, nee, nu ben ik weg. Nee, natuurlijk niet. Maar dit was een strategie om te laten weten dat ze geen bal te maken hadden met mijn vrije tijd. Ja. Tenminste, dat was niet de afspraak. Kijk, heel veel mensen die aan de universiteit werkten, die werkten veel meer dan ze officieel moesten werken en waarvoor ze betaald werden. Omdat natuurlijk wilde je carrière maken, dan moest je natuurlijk vooral op het punt van de research, moest je je fors inspannen. Precies, ja. Nou, ik hoor nog wel eens inderdaad mensen die dan toch wel wat oneenigheid hebben met hun werkgever als ze dus spreker zijn.
maar vaak ook spreker zijn omdat ze bij een bepaalde instantie zitten. Lees een universiteit waardoor ze onderzoek hebben gedaan, waardoor ze in de belangstelling staan. Ja, dat zou je natuurlijk in mijn geval kunnen zeggen, dat ik ooit gevraagd was als deskundige voor Amerikanistiek. En dat was in principe wat ik deed. Tot op een moment de hele Amerikanistiek, althans voor mij, werd afgesloten. Omdat de afdeling chef die besloot er cultuurgeschiedenis van te maken. En toen op een goed moment is iemand anders die Amerikanistiek gaan doen. Maar ja, toen was ik al een Amerika-deskundige geworden. Ja. Nou ja, nu zijn er ook 12.749 Amerika-deskundigen. Maar dat was toen een heel beperkt gezelschap. Ja. Raymond Mens moet ik nu eens aan denken. Die is ook Amerika-deskundige. Ja. Die had nog een bericht gestuurd. Ik weet even niet meer waar dat over ging. Weet jij dat nog? Ik heb het jou wel doorgestuurd. Ja, dat herinner ik me ook dat dat er was. Maar ik weet ook niet meer wat de inhoud van het bericht was. Ik ga het even opzoeken. Hij stuurde mij dat. Hij zit trouwens vaak bij VI ook aan tafel. Als, om te praten over Amerika en over Biden. Ik gun het hem van harte. Hij doet het leuk, toch? Ja, nee, hij doet hartstikke leuk. Het is een beetje een nieuwe generatie. Even kijken, wat stuurt hij hier? Oh ja, de Republikeinen en daarmee ook Trump hebben nu de wind in de zeilen. En volgens mij komt dat doordat de Democraten zich politiek laten ringeloren. Dat zegt Raymond dus. Kijk bijvoorbeeld naar de reactie van senator Elizabeth Warren op de uitgelekte abortusuitspraak van het Hoge Rechtshof. Ze klaagt dat de Republikeinen hier al 40 jaar aan werken. Ik denk dan, wat heb jij dan gedaan om dit te voorkomen? Haar krokodillentranen leggen mijns inziens een enorme naïviteit bloot. Mijn vraag aan Maarten is, deelt hij deze analyse? Nee, niet helemaal. Oké. Okay. Zij zijn erin geslaagd langs, de Republikeinen zijn erin geslaagd om langs slinkse weg, anders valt het niet te noemen. Het is een schandalige strategie geweest die inderdaad natuurlijk al heel lang draait. Om een hele ruime meerderheid, zeer conservatieve meerderheid in het Hoge Rechtshof te krijgen. Dat is de enige reden dat de abortus van een federale recht verandert. En verandert in een statelijk recht. En dat betekent dat een reeks van staten waar de Republikeinen de meerderheid hebben, niet waar, zal het abortusrecht worden afgeschaft. Ja, daar kan Elizabeth Warren bar weinig aan doen. En heeft groot gelijk als ze zegt, ja, daar werken ze inderdaad al tientallen jaren aan, een Roe versus Wade. Hmm. Is altijd verzet tegen gebleven. Bij ons is abortus totaal geen issue. Nee. Maar dat is in Amerika altijd een hot issue gebleven. Ja. En dus de schandalige manier waarop met name natuurlijk de Republikeinen meerderheid in het Hoge Rechtshof hebben weten te verwerven, ligt ten grondslag aan het feit dat Roe versus Wade getorpedeerd kan worden. Hm. Maar dat de Democraten naïef zijn, daar zit toch wel iets in wat hij zegt? Nou, dat vind ik niet. Nee? Waar ze naïef in zijn geweest en waar ze de grote fouten hebben gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle min of meer linkse partijen. Is dat ze veel te lang, niet waar, gecollaboreerd hebben met het neoliberalisme. Dat is in West-Europa precies zo gebeurd. Hè. Ook over de Paarse Coalitie bestaat ook een boek, dat hadden we nooit moeten doen. En we zijn natuurlijk ook in de nieuwe eeuw, is de partij van, nou ja, de Partij van Arbeid en Rutte 2, was dat naïef? Ja, in zekere zin wel. Maar je bent ook tegelijkertijd een hoe moet je dat zeggen, slachtoffer van de tijdgeest. Daar zal het meer mee te maken hebben. Maar het abortusvraagstuk is in Amerika altijd blijven leven als een hot button vraagstuk. Als iets waar mensen zich enorm over opwinden. En dat komt natuurlijk omdat de georganiseerde christelijke kerk in Amerika een totaal andere positie inneemt dan de georganiseerde christelijke kerk in Nederland, die grotendeels verdwenen is natuurlijk, afgezien van de refoband dan. Ja. Dus ik ben dat niet zo erg met hem eens. Ik gun het hem van harte. Voor ons ligt Duitsland, in ons marcheert Duitsland en hinter ons. Kom, Duitsland! Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras, wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.